De regering wil met een integraal woningbouwproject het huisvestingsvraagstuk helpen oplossen. Hierbij zal de focus vooral gericht zijn op zelfbouw. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi maandag op de regeringspersconferentie. We hebben alles gebracht onder een cluster. OW, alle ministeries hebben geclusterd. Stichting Volkshuisvesting. En gevraagd om een integraal woningbouwproject voor ons te ontwikkelen. En de heer Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, is belast met het trekken van dit project. Welke zijn de prioriteiten? We moeten alles wat aan land beschikbaar is identificeren. We moeten die planning maken voor zelfbouw. Let wel, zelfbouw. Er zijn heel wat mensen die percelen hebben, maar niet kunnen bouwen omdat de infrastructuur er niet is. Nou, dat staat, als staat moet je die infrastructuur daar brengen. Tweede is dat heel wat mensen zelf willen bouwen, maar het geld niet hebben. Nou, jouw taak is om goedkoop kapitaal te brengen. En dat gaat wel gebeuren komend jaar, dat we goedkoop kapitaal gaan brengen, zodat de mensen goedkoop kunnen lenen om zelf te gaan bouwen. En een groep gaat nooit kunnen bouwen vanwege het feit dat ze dat kapitaal niet hebben. Voor hun moet je bouwen. Voor zij die niet kunnen bouwen, zullen er flatwoningen opgezet worden, zei het staatshoofd. Paul van Dun, voorzitter van de studentenvereniging VMSS, die zich inzet voor de belangen van woningzoekende studenten, is positief over de gepresenteerde doelen. Onze voornemen is dat afgestudeerden, zoals u weet, geholpen zouden moeten worden aan het perceel. En daarnaast zou de overheid mogelijkheden moeten creëren om financiering te geven tegen een lage rente om een woning op te zetten. Dus het komt wel overeen. Dus we zijn er blij mee. We kijken wel uit naar de uitvoering. Want er zijn zoveel beleidsmakers geweest die heel wat voorstellen of voornemens hadden. Paul van Dun, voorzitter van de studentenvereniging VMSS, in een reactie op de plannen van de regering ten aanzien van het huisvestingsvraagstuk.